diagnose en het verschil daartussen. Blijkt erg lastig te zijn, want ook in 6VWO komen dit soort dingen nog aan bod en verwisselen die 6V-leerlingen, eindexamenleerlingen, dus die twee dingen. Let goed op, mitose hebben we het al over gehad. Dit is een normale cel tijdens de interfase. In die interfase zie je geen chromosomen. De kernmembraan is natuurlijk intact, daaromheen zit de celmembraan. En die kern is homogeen, we zien geen structuren daarin. Profase, de kernmembraan die lost langzaam op. De chromosomen gaan zich spiraliseren. En we zien in dit geval twee verschillende chromosomen zien we verschijnen. Twee homologe chromosomen, één van je vader en één van je moeder. En dat twee keer, want we zien hier twee verschillende chromosomen. Metafase, die chromosomen gaan in het midden liggen van de cel, prikdraden ontstaan. En tijdens de anafase worden die chromosomen naar de beide polen getrokken. Dan in de telofase zien we hier dat de kernmembraan weer begint te verschijnen. Ontstaat de celmembraan die de cel door midden deelt. En dan houden we weer twee cellen over, twee identieke cellen. We begonnen hier met één cel, houden daar twee cellen over. En die cel gaat daarna met de rest van zijn celcyclus. De G1-fase, de S-fase en de G2-fase. Voordat die dan weer terug begint bij af en zich ook weer kan delen. Oké? Even onthouden dat een chromosoom, als ik die uitvergroot, ziet hij er zo uit. Bestaat uit twee chromatiden. Ze zijn identiek aan elkaar. Deze chromatide is identiek aan deze chromatide. Die worden bij elkaar gehouden door het centromeer. Het centromeer kan je ongeveer voorstellen als een stukje lijm. Dus die twee identieke chromatides. Eén chromatide, twee chromatides. Eén chromosoom. Ja? Blijkt altijd lastig te zijn. Wat gaan we nu doen? We hebben dus nu normale lichaamcellen gevormd. Wat gaan we nu doen? We gaan een meiose bekijken. En dan maken we geslachtcellen. Ja? Spermacellen. Zaadcellen in ons geval. Weer beginnen we met dezelfde soort cel. Tijdens de interfase. Ook weer de profase, denk je, ja, dat ken ik nou wel. Kernmembraan lost op. Metafase, die chromosomen, die komen in het equatoriale vlak te liggen. Maar nu moet je opletten, want nu zie je een verschil ontstaan. Wat is er aan de hand? Die chromosomen gaan tegenover elkaar liggen. En niet zomaar tegenover elkaar, nee, als setje, maatjes. Dit chromosoom. Dat chromosoom, die horen bij elkaar. Dat zijn dezelfde soort chromosomen. Bijvoorbeeld allebei chromosoom nummer 1 en chromosoom nummer 2. De een heb je van je vader en de ander van je moeder. Of je het wil of niet. Die gaan tegenover elkaar liggen. Tijdens de anafase worden niet de chromatiden uit elkaar getrokken, zoals bij de mitose. Maar de chromosomen worden uit elkaar getrokken. En dan houden we hier bij de telofase houden twee cellen over. Ja, je ziet dus de kernmembranen al verschijnen. En hier de nieuwe celmembraan. Ook twee cellen houden we over. Met daarin nog maar de helft van de chromosomen als dat we hier in het begin hadden. Dit is de eerste helft van meiose. Tweede helft. We beginnen dus met twee cellen. Teken alleen de bovenste cel, maar in de onderste gebeurt natuurlijk precies hetzelfde als hier in de bovenste cel. Ook weer profase. Kernmembraan verdwijnt. Spiraliseren van de chromosomen. En nu zie je dat hier wel de chromosomen naast elkaar gaan liggen en de chromatide wordt uit elkaar getrokken tijdens de anafase en de telofase staan weer twee cellen. Dus uiteindelijk hebben we dan één cel, 1, 2, 3, 4, 4 cellen gemaakt. Maar deze vier cellen hebben nog maar de helft van het DNA. Als deze cel waarmee we begonnen. Deze cel hebben nog maar één chromosoom per setje, terwijl het hier twee waren. Hoe schrijven we zoiets nou op? Hoe kunnen we dat nou makkelijk verwoorden? Nou, dat staat hier. Die meiose, meiose 1, dus deze bovenste balk, kan je onthouden als 2N, dus twee keer een setje chromosomen. In ons geval is die N23, want wij hebben 46 chromosomen. Dus 2N, twee keer 23 chromosomen, zorg voor 23 en 23. Dus twee cellen met N chromosomen. Wat gebeurt er dan hier in de onderste rij? Nou, N-chromosoom, die split zich ook weer in twee verschillende cellen, die ook weer N-chromosomen hebben. Wat is er dan bij mitose aan de hand? Nou, dat kan je hierboven al zien, dat heb je vast al gedaan. 2N wordt 2N plus 2N. Let op, het is geen wiskunde, het is geen vergelijking die we kloppend moeten maken. Het is alleen maar aan te geven wat er hier nou gebeurt. Ja? Dus 2N wordt 2N. 2N hier
twee cellen die N zijn. En hier deelt die N zich in ook de twee cellen die N zijn. Hoe noemen we dit nou? Nou, N is haploïd. En 2N is diploïd. Dus 2N is diploïd. Die als in 2. En N, dat zie je hier, is haploïd. Oké? Dus hier hebben we gewone lichaamcellen gemaakt. En hier hebben we geslachtcellen gemaakt. Waarom nou zo moeilijk doen? Waarom nou zo moeilijk doen? Is dat je niet, hè, je moet natuurlijk in die spermacel en in die eicel de helft van het aantal chromosomen hebben. Anders zou je iedere generatie de hoeveelheid chromosomen verdubbelen. En dat is natuurlijk heel lastig. Dan zit op een gegeven moment die hele cel vol met chromosomen. En dan weet die cel ook niet meer wat hij moet aflezen en wat niet. Dus je moet eerst chromosomen verminderen met de helft. Om ze daarna als spermacel en eicel weer bij elkaar te doen. Is die eicel bevrucht door een spermacel? Dan hebben we dus weer één cel, die 2N is. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen we eindeloos veel mitotische delingen. Ja, omdat die bevruchte eicel uit te laten groeien tot een baby die uiteindelijk geboren wordt. Ja, dus ook het vorige hoofdstuk, de voortplanting, heeft hiermee te maken. Hier maken we dus voortplantingscellen, geslachtcellen. Hier maken we lichaamcellen. En we hebben ook al gehad, ja, een van de vorige stukjes, dat die mitose zou kunnen versnellen voor bijvoorbeeld een kankercel. Dan krijg je veel vaker een mitose dan bij een normale lichaamcel. Goed. Mitose, meiose, hou ze uit elkaar. Ze lijken sterk op elkaar, maar zijn dat natuurlijk niet. Nou, tot het volgende filmpje.